Koen van Vlaanderen Feest. Welkom, Koen. Hey. Heb je het een beetje meegevolgd, de lancering met Hugo? Ja, absoluut. Ik vind het een gigantische eer om hier één vandaag te mogen zijn. Ja. Namens Vlaanderen Feest, maar ja. Twee ook. Ik mag naar Hugo komen, maar het verschil kan niet groter zijn. Zeer goed. Kijk, het was het voorprogramma voor Vlaanderen Feest. Hè. Er zijn heel veel evenementen, heel veel festiviteiten, elk jaar opnieuw. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Want dat is toch een beetje een begrip geworden ondertussen. Ja, dat is eigenlijk van voor mijn tijd al tot stand gekomen. Ik denk het jaar 2002. Mm-hmm. Niet dat ik geboren ben na 2002. Nee, nee. Ik was er zeker nog niet in actief. Dat was een stukje vanuit de Vlaamse regering. Mm-hmm. Wou men ook meer verbindende activiteiten. Als je zo'n feestje wilt organiseren als stad, gemeente of vereniging, want ik denk dat het voor iedereen is, zeker in Vlaanderen, daar hangt ook iets aan vast. Je kan ook een subsidie krijgen. Ja, klopt. En hoe moet je dat dan gaan doen? Want ik denk van, oké, Frederik, in jouw straat, is er daar plaats voor een feestje? Absoluut, altijd. Dus hoe moeten we dat doen? Wel, de steden en de gemeenten zelf, die hebben van ons de informatie al gekregen. Dus die weten wat te doen. Maar ik denk voor de kijkers is het vooral interessant dat je met je eigen wijk, je straat, je buurt, je vereniging iets kan organiseren. Mm-hmm. En hoe je dat doet, is je surft naar de website van Vlaanderen Feest. Als je die gewoon in Google tipt, zal die van boven staan. Ja. En dan ga je kunnen aanmelden voor een feestcheck. Want wat betekent het als jij jouw activiteit organiseert? Die wordt goedgekeurd. Er zijn een aantal voorwaarden die staan op de website. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het moet verbindend zijn. Niet competitief, dus geen pure wedstrijden. Mm-hmm. Wel ludieke wedstrijden, kan wel. En dan kan je tot 170 euro van je organisatiekost terugbetaald krijgen. Daar zit een klein beetje eten drinken bij, maar de meerderheid gaat echt wel voor soms een investering, is een partytentje bijvoorbeeld, dat dan nog jaren kan dienen. Zeg, is dat voldoende voor 170 euro? Dat is al een goed begin in elk geval. Ja. Ja. Koen, het is eigenlijk een blij weerzien. We hebben vorig jaar ook samengewerkt, maar vorig jaar bij MenTV dan nog, hadden we 3 dagen dat we samengewerkt hebben. Gaan we terug 3 dagen afspreken? Het was zodanig fijn dat we dat gaan opnieuw doen, Frederik. Ja. En niet op de 2 zenders, hè? En nu natuurlijk 2 zenders, Ment55 en Mentpop. En het zal op beide zijn dat er in aanloop, het weekend voor 11 juli, gaat er van alles gebeuren. En op 11 juli zelf, en dat is anders dan vorig jaar, was het op 8 juli, gaan we op 11 juli zelf een grote liveshow doen. Ja. Op de 2 zenders. Frederik, weten we al wat we gaan doen? Of nee, moeten we dat niet. Nog ik weet al iets meer, maar... Weet jij al iets meer? Mm-hmm. Allee, vertel Koen, nu dat je hier bent. Na Hugo Sigal. We gaan sowieso wat mensen opnieuw uitnodigen, zowel in de studio, maar we gaan ook op verplaatsing. En zou wel eens ergens in Vlaanderen kunnen zijn, waar aansluitend een heel groot evenement geplaatst of plaatsvindt, ieder jaar in... Gokje? Nee. Antwerpen. Ja, op de grote markt. Ja, het mooie Antwerpen. Tja. Mogen wij daar dan ook allemaal bij zijn met Ment en zo? Ja? Het is zelfs meer dat we super blij zijn dat jullie er willen bij zijn. Ja, zeer goed. Het is een meerwaarde uiteraard, hè, Frederik? Absoluut. Zeer goed. Zijn er nog nieuwtjes rond Vlaanderen Feest? 11 juli is dat in principe. Maar in heel die aanloop van die 11 juli is er van alles te doen. Hè? Heb je al een paar voorbeelden? Ik spreek daarover weetjes. Ja. Een van de dingen die we met Ment nu gaan doen bij Show Me the Monkey, het nieuwe programma. Is een aantal weetjes over Vlaanderen. Mm-hmm. Dingen waarvan je niet wist dat ze er waren. En daarvoor willen we gerust de hulp van de Ment-kijker in. Ja, het zou heel leuk zijn mochten de mensen die thuis zitten meevolgen graag een weetje doorsturen natuurlijk. Hè. Mag het een vraag zijn ook, als ze iets bevinden? Ja, en dan zoeken wij het antwoord. Ja, dan zoeken jullie het antwoord. Maar als je toevallig iemand bent die veel weet over Vlaanderen, stuur dan gerust jouw weetje door naar Ment via onze sociale media of onze kanalen via de website en zo. Frederik, kan dat? Dat kan absoluut. Ja, zeer goed. We gaan dus gewoon weer live. 6, 7 juli is dat met Ment. Ment, uiteraard Ment 55 en Ment Pop. We moeten het ontduiden, hè? Zie je, het begint lang te worden voor mij. Maar goed, als ik het niet juist heb, moet je het zeggen. Ja, het is helemaal correct. Okay. En dat allemaal naar aanleiding van Vlaanderen Feest. Ja, de Vlaamse feestdag op 11 juli. Vooralsnog geen betaalde feestdag, wat het voor veel mensen net iets minder feest maakt. Maar als we kijken, ieder jaar hebben we 1100-tal evenementen die plaatsvinden in steden, gemeenten, buurten. Mm-hmm. En ik denk dus dat er een aantal van de kijkers, die op dit moment kijken, ook wel zeggen, oh, wij zijn daar gaat een lampje branden. Ja, ze moeten erbij zijn. Dus gewoon naar de website van Vlaanderen Feest. Zeer goed. Dank je wel voor je bezoekje hier aan Ment. Als je ons nog eens nodig hebt, laat dan zeker iets weten. En misschien tot inderdaad 6 en 7 juli met die live-uitzending.